Welkom bij deze Catchy Stories. Deze keer hebben we het over migratie naar S4HANA. Want voor sommige mensen kan dat wel lijken op een enorme adventure-trekkingtocht. Waar er heel veel gevaren om de hoek liggen. Marcel, en jij deelt op jouw stand dit soort multi-tools uit. Ja. Dat is niet omdat het heel makkelijk is, denk ik dan. Wij zeggen het is geen walk in the park. We noemen het niet voor niks een expeditie. Een expeditie houdt in dat je je goed moet voorbereiden. Juist de mensen mee moet nemen op je tocht. En het juiste gereedschap. En daar is dit een leuke knipoog naar natuurlijk. Maar je hebt van alles nodig onderweg, maar je weet niet wat. Nee. Dus in deze handzame vorm ben je in ieder geval voorbereid. Goed, als ik inderdaad aan een expeditie denk. Een beetje een wildlife adventure ding. Daar kan er van alles gebeuren, zie ik altijd op televisie. Je kunt aangevallen worden door wilde leeuwen, door beren. Je kunt je been breken. Nou, allemaal ellende, zeg ja, maar. En dat zijn allemaal scenario's waar je vooraf rekening mee houdt. Ja. En waarvan de kans klein is dat het gebeurt. Mm-hmm. Maar als je in ieder geval weet wat je doet op het moment dat het zich voordoet. Dan weet je niet hoe je moet handelen. Jij praat met veel boards, kan ik me zo voorstellen, over die transformatie en migratie. Wat is het lastigste voor hen? De waarom-vraag. Mm. Waarom doe ik die overstap en waarom nu? Ja. En nu vooral omdat niet iedereen staat te springen om proefkonijn te zijn in dit soort expedities. Kijk maar naar de eerste mannen die de Mount Everest beklommen. Dat waren echt helden. En misschien zijn de helden van vandaag wel zij die als eerste de overstap durven te maken naar S4HANA. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet je goed kijken naar wat wil ik eruit halen. Daar goed over nadenken en daar kunnen wij je bij helpen. Ja, maar ik hoor altijd het verhaal van ja, als je alleen maar gaat kijken van nou, mijn oude spullen zet ik op het nieuwe spul en dan blijf ik hetzelfde doen, dan krijg je de business case niet rond. Nee, iets met oude wijn en nieuwe zakken nee, krijg je dan. Exact. Maar als je zegt nee, we gaan proberen dan ook een nieuw bedrijf te worden en te innoveren, dat vinden sommige boards wel heel erg out there liggen. Is een ver punt op de horizon. Klopt, en als je dan achterom kijkt, dan werken ze vaak ook met applicaties die daar al 15 of 20 jaar staan. Ja. En misschien is dat achterom kijken nog wel enger dan vooruit kijken naar iets nieuws. Kortom, hartstikke moeilijk. Hartstikke moeilijk. Hoe kun jij daarbij helpen? Wij kunnen op verschillende manieren helpen. SAP heeft een enorme toolkit. Daar is dit ook wel een knipoog naar. Waarvan wij inmiddels hebben uitgezocht, dit is wel handig en die schroevendraaier kun je ook gebruiken. Maar die zaag, die moet je echt alleen gebruiken als je een boom tegenkomt. Ja. Dus we helpen je in het voorbereiden van jouw expeditie en gebruiken daarbij de tools die voor jou geschikt zijn. En daar komt een analyse uit waar we eerst bepalen, kun je technisch migreren of moet je gewoon opnieuw beginnen? Omdat het er al zo lang staat en het al zo oud is. Oh ja. En op het moment dat je dat weet, dan kun je je aanpak gaan definiëren en daar gaan wij je bij helpen. Ja. Is het bezint eer gebegint of is het iets anders? Het is bepaal of je er naartoe wilt. Mm-hmm. En zo ja, wacht niet te lang met het beginnen, maar bepaal vooral hoe je dat wilt bereiken. Ja. En neem het juiste gereedschap mee. Goed, dankjewel. Dankjewel.